oude kerk, waar de fietsen van de renners wordt gecontroleerd. Het juiste gewicht. De fietsen worden voorzien van nummers, van plaatjes. Gewogen. Mag 11 kilo wegen. De jeugdschot heeft de toekomst. De stuur vastgezet. Niets meer aan de fietsen mankeren. Kees van de Akker, een van de grote renners van deze Tour. De remmen worden gecontroleerd, daar moeten nog kurken in. Kees Langeveld, een van de grote organisatoren. Elke renner werden plusminus 10 programma's uitgereikt. Deze moesten verkocht worden. Dat was de taak voor elke renner. Nu wordt het geprobeerd. Hier wordt studie gemaakt van het programma. Nu gaat een renner met een nieuwe band om zo goed mogelijk aan de Tour te beginnen. Deze fiets is goedgekeurd. Opbouw van de jurytent en van het parcours. Rennerskwartier, daar waar de renners zich verkleden. Jan Wijk, enorme steun voor de organisatie, die het materiaal iedere avond weer op zijn plaats brengt en goed verzorgt. Hier wordt de jurytent opgebouwd. Dan de jurytenten staan. De eerste etappe zal plaatsvinden op zaterdag 4 juli. Mensen hebben plaatsgenomen op de jurytent. Hier gaat de eerste ploeg van start voor de ploegentijdrit. Sponsor Beiersbergen. Weekblad. Met melk Meermans. Hier de gezamenlijke melkhandel die tijdens de Tour de renners en medewerkers voorziet van een flesje melk. Wat zij al ruim 14 jaar doen. Van Dirk Schouten, hier is Casey van der Burg. Dirk Schouten, ook al 14 jaar sponsor van een ploeg. Renners worden hier aan het publiek voorgesteld. Ploegleider G. Dofferhoff. Winnaar van het ploegenklassement 1969. Sinka Faas, nieuwe sponsor
van een ploeg in de Tour de Lisse. Zelf oud-renner, lid van de ren- en tourvereniging De Bollestreek. Jan van der Rijden, een elektrotechnisch installatiebureau. En zaterdag het startschot van de eerste etappe. En hier vertrekken 48 renners voor de eerste etappe. De weersomstandigheden bijzonder slecht. En ondanks het slechte weer een prachtige opkomst, want niemand wil wat van deze eerste etappe missen. Victor Patiasina. Volgen door de motorordonnans. Met daarachter de EHBO. De EHBO ook iedere tour actief. En daarachter de materiaalwagen. Om indien het mogelijk is de renners van nieuw materiaal te voorzien. De kopgroep. Kopgroep Kees van der Akker, Willy Stroombergen, Wietse Tjuleker, Martien Heemskerk. Ondanks de slechte weersomstandigheden. En hier ziet u winnaar van de eerste etappe. Kees van der Akker. Toermis. Petra Looijestein. Die de renner feliciteert met de verdiende kus. En met bloemen. De eerste gele truidrager van deze 14e Tour de Lisse. Een renner waar men in deze Tour beslist meer van zal horen. De werkkamer van de wedstrijdcommissies die na iedere etappe weer ijverig aan het werk gaan om de volledige uitslag van onze renners bekend te maken. De tijden worden hier genoteerd. Er wordt een stencil gemaakt voor de uitslag. En aan zonsondergang kunt u zien hoe laat het alweer in de avond is. Maandag, de tweede etappe. Een ploegentijdrit over één ronde. Hier ziet u Schramaverf vertrokken. De ploeg van sponsor Vaas vertrekt 1 minuut na de eerste ploeg. En de tijd van de derde aankomende renner telt. De ploeg van Beiersbergen. Van Jan van der Rijden, die zich klaarmaken voor het vertrek. Met in hun ploeg winnaar van het B-toekomstklassement 1969, Dickie Bemelman. De ploeg van Dirk Schouten, met Victor Patiasina, Kok Glasbergen, De Ridder. De ploeg van Gravieke,
met in hun midden de jongste renner van de Tour, André Rewijk. Gerard Bemelman, Peter Komen. Ook deze renner vertrekken voor de ploegentijdrit over één ronde. Ons weekblad, met in het midden ook een sterke renner, Martin Heemskerk. Hier ziet u de ploeg van de gezamenlijke melkhandel, met grote mannen als Kees van de Akker, Stroombergen, De Rit, Tjuleker. Ploegleiders spreken de renners kracht en moed in om hun renners en hun ploeg aan zo'n snel mogelijke tijd te helpen. Deze renners weten te ontwikkelen, varieert van plusminus 40 km per uur. Een enorme snelheid die deze jeugdige renners uit hun body fietsen. De ploeg van sponsor Vaas. En hier Casey van der Burg. Een renner die vrij veel in de achterhoede zit, maar toch een enorme doorzettingsvermogen heeft om deze zware etappes iedere avond maar weer tot een goed einde te brengen. Die op kop. Kopje Glasbergen. Victor Patiasina. Zo zit ook deze zware ploegentijdrit er voor deze jongens weer op. Maar na deze ploegentijdrit volgt er ook nog een etappe over twee ronden. Dus deze renners een bijzondere zware avond. Namelijk een melkhandel die onze renners iedere avond voorziet van een flesje melk. Wat het spreekwoord is: met melk meer man. Uitdrager die zijn flesje melk goed laat smaken. En zo ziet u het startschot van het tweede gedeelte van deze etappe. Een wedstrijd over twee ronden. Gevormd. En uiteraard ook wat achterblijvers. De weersomstandigheden waren maandag bijzonder goed, zodat er weer fel gestreden werd voor de kostbare seconden die in elke etappe te behalen zijn. Kop de Klerk, ook een bijzonder sterke jongen. Martin Heemskerk, ploegleider Jos van der Berg, Fons van der Berg. De filmreportagedienst Amfi 66 weer klaar om de film Mistour Magda Balkenende. Hier ziet je alweer de derde etappe, dinsdag, de renners vlak voor het vertrek, de spanning duidelijk op het gezicht te zien en toch weer vol goede moed, de derde etappe.
wedstrijd over 4 ronden. Het wordt hier gegeven door de koning, een van de grote mannen van de organisatie. En hier gaan de renners, 48 in aantal, geneutraliseerd van start om aan hun 4 ronden te beginnen. Van het peloton de gele truidrager Kees van der Akker. Met in zijn kielzorg Martien Heemskerk, Wietse Tjuliger en Willy Stroombergen. Hier een lichte afscheiding, de kopgroep en het grote peloton. En daarachter weer de EHBO en de materiaalwagen. Aan de Loosterweg. Jeugdige toeschouwer. Langs het parcours enorm veel toeschouwers die onze jeugdige renners enthousiast gadeslaan. Hier ziet u nummer 44, Lex van Dop, materiaalpech, maar u ziet wel de materiaalwagen bij de hand om deze renner van nieuw materiaal te voorzien. Wedstrijdcommissie. Keesje van den Burg wederom in de achterhoede, maar moedig doorgaan ook om deze etappe tot een goed einde te brengen. Marcel Hageman, een van de grote mannen van het B-toekomstklassement, hier de toermis. Die de winnaar van deze etappe, de derde etappe, Martien Heemskerk, de bloemen en de verdiende kus zal geven voor zijn prestatie. Hier de leider van het algemeen klassement, Kees van der Akker, die vandaag door zijn naaste belager, Martien Heemskerk, is geklopt. Maar blijft ondanks zijn nederlaag in deze etappe leider in het algemeen klassement. Dickie Bemelman, de nieuwe leider van het B-toekomstklassement. Zo weer. En hier ook het vertrek voor de vierde etappe. Een tijdrit over 2 kilometer. De Engel, en hier ziet u Peter komen. Bemelman. Kees Verburg is vertrokken. Tijdwaarnemers. De kleine witte, Jos van Denzen,
staande op zijn pedalen om de 2 kilometer in zo snel mogelijke tijd af te leggen. Voor een bijzonder sterke jongen, waar men in de toekomst beslist meer van verloren. En tijdens de tour is het lekker ijs eten en hier ook een van de grote kanshebbers, Wietse Tjulke, van start. Alles uit de kast. Ad Geerlings, nummer 4. Enorme krachtinspanning deze jeugdige renners geven om tot zo'n goed mogelijk resultaat te komen. Prachtig een pendaal vast. Hier word je stil van. Dan gaat weer de Stroombergen van start. Als laatste, de gele truidrager, Kees van Daken. De chronometers. De wedstrijdcommissie die de renners gadeslaat en alles goed in het oog houden. Om tot zo'n goed mogelijk uitslag te komen. En die Jos van Dingen te finissen. Dikkie Bemelman, ook naar de tijdrit, laat zijn melk weer goed smaken. Gezellig nababbelen. Toermis. Verburg wordt hier geïnterviewd om zijn ondervindingen te vertellen. Aan de microfonist. Worden de banden nog weer eens gecontroleerd. En ook de jury is een afwachting voor het vertrek wat hier gegeven wordt door het luiden van de bel. Hier ziet u de gezamenlijke melkhandel, die ook deze avond weer hun flesjes melk brengen. Om straks de renners weer van een flesje melk te voorzien. Ook de medewerkers. Toeschouwers, wat iedere avond maar weer present was, om onze jeugdige renners aan te moedigen. Ook hier zijn grote favorieten. Ziet u een valpartij, laat zich wat ernstig aanzien, maar het gelukkig niet is. Renner Augustinus. Maar ook deze renner kan straks weer de strijd hervatten. Altijd natuurlijk wel materiaalschade. Maar de materiaalwagen heeft ook deze renners weer voorzien van nieuw materiaal. Dat deze ook de tour en deze etappe kunnen uitrijden. Hier wordt geapplaudiseerd voor Casey van Daken. Ook nu weer in de achterhoede. Maar hij blijft lachen. Iedere avond komt hij op tijd binnen. Jos van Dingen. Ja.
optreden van onze renners. André Reewijk, Peter Komen, die de shirts weer voorzien van hun dagelijks kostuum. Gezellig nababbelen over de vandaag verreden etappe en uiteraard over de kansen van morgen. Toernis. Magda Balkende. De leider van het algemeen klassement Kees van der Akker geïnterviewd. Van een nieuwe gele trui door de geestelijke verzorgster, mevrouw de Ridder. Amfi 66, die ook deze beelden weer vastleggen. En hier de leider van het B-toekomstklassement. Donderdag 9 juli voor het vertrek van de vijfde etappe van de 14e toer, dat is 1970. Luister naar de wat laatste raadgevingen van Kees Langeveld, de renners van Jan van der Heijden, van aandachtig luisteren naar de ploegleider. Carpaas. Hier spreekt ook. De kansen voor hen in deze etappe. En hier de renners worden afgebeld voor de vijfde etappe. Op van het peloton zitten de gele trui dragen Kees van der Akker. Alles zal proberen. Om in deze zware etappe zijn voorsprong in het algemeen klassement te behouden. Het demareert door Kop de Klerk, de materiaalwagen. Het is hier een grote peloton bij elkaar. De Stroombergen aan kop van het peloton. Die daar
parcours. Danny Romain. Thank you.
voorlaatste renner van het vertrek, Martien Heemskerk. Kees van der Akker. Halverwege het parcours, een plusminus 2500 meter af te leggen. Joop van Rooyen. Van een valpartij en van toppelijke de Tour uitrijden. Enthousiast publiek om de renners te applaudisseren voor de prestaties van onze renners. En hier de laatste renner, Kees van der Akker, het spannen van de laatste etappe. Gevolgd door verschillende motorrijtuigen. En de toermis Lia Groenewoud, die de winnaar van deze etappe, de winnaar van de Tour de Liste 1970, gaat huldigen. Op de Maasbergen, derde geworden in het toekomst, tweede klassement, tweede Marcel Hageman en winnaar van het B toekomstklassement, Dick Bevelman, op winnaar. Van dit klassement 1969 en nu 1970. Dit is de grote renners van het twee toekomstklassement. Bijzonder druk was. En dat bijzonder leuk deed. Natuurlijk. Een van de grote mannen. Martien Heemskerk. Tweede in het algemeen klassement. De verdiende kus van onze toernis Lea Groenewoud. Gefeliciteerd. Door Wietse Tjulker en hier de toerwinnaar Kees van der Akker, de grote man met de vierde toer te lezen. Hier zie ik de drie gelukkige winnaars. Dit was het einde van deze vierde toerwinnaar. Dat is een zeer door filmreportage van 1866.